ATV Networks viert vandaag haar 37-jarig bestaan. Op deze dag wordt stilgestaan bij de wezenlijke bijdrage die het station al 3 decennia levert. ATV begon in 1983 als een experimenteel project onder leiding van Telesuur. Het bedrijf ontving televisiesignalen van Radio Bras en al snel bleek er vraag te zijn naar een tweede televisiestation in Suriname. Na een korte onderbreking in 1986 en na goedkeuring van de overheid hervatte ATV precies 35 jaar geleden haar uitzendingen. Waarnemend hoofd Horatio Indiaan zegt dat dit het begin van een nieuw tijdperk is. De wereld om ons heen verandert in een razend tempo en dat weten we allemaal. De technologieën gaan zich ontwikkelen, het gedrag van de kijkers die gaat zich verschuiven en we moeten ook dealen met een aantal nieuwe mediakanalen die er momenteel zijn. Dus dat betekent dat we als organisatie, als bedrijf, ons ook moeten blijven ontwikkelen om de verwachtingen van onze kijkers te overtreffen. Indiaan onderstreept de begrippen communicatie, transparantie en discipline als belangrijkste pijlers voor het verder ontwikkelen van ATV. De samenwerking van alle afdelingen zal de motor zijn achter het succes van het station, zegt het waarnemend hoofd. Het betekent dat we allemaal een actieve rol moeten spelen in het ondersteunen van alle afdelingen binnen ATV. We moeten zorgen voor een gezamenlijke inspanning waarbij elke afdeling en elk teamlid, elke medewerker zich inzet voor de groei en het succes van ATV. En het succes van ATV laat zien hoeveel inzet en passie iedereen in de organisatie heeft. Dus laten we vandaag niet alleen de prestaties vieren, maar ook onze verplichtingen en verantwoordelijkheden erkennen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ATV niet alleen een pionier blijft, zoals we dat allemaal willen en zoals dat nu ook is. Harvey zei dat ook zo mooi. Maar ook een toonaangevende kracht in de mediawereld. Met de aanwezige wilskracht streeft ATV naar het behouden en bevorderen van haar plaats als betrouwbaar televisiestation in de samenleving.